schettergek. Oké, hij loopt. Wat dacht je nou eigenlijk, hè? Dat we je zomaar zouden vergeten? Oké, ik ga je helpen. Oh, zo chill. Maar niet met cash. Met zoeken. Zoeken? Wat zoeken? Dat geld is weg. Iemand moet dat toch opgegraven hebben? Adira? Wat nu weer? Zijn er nog plekjes vrij in de bootcamp? Ik wil graag meedoen. Als het nog mag, hoor. Ja, dat mag. Dan beginnen we nu met je intake. Hup, lopen. Intake? Intake. Haal het uit jezelf. Waarom wil jij dit? Om iemand van 55 kilo op te kunnen tillen. Iemand? Iets. Ik ben 116. 117. Noah? Zo. Kom op. Focus je op je doel. Focus. Uitstekende warming-up. Kom, we gaan verder. Warming-up? Hey. Jij hebt iets. Mm-hmm. Wat? Van Olivier. Jazeker. Oké, Dirk Gijskens, Eptva. Oh ja. Hey, moet je kijken hoe hij hier zijn berichtje ondertekent. Hallo, Fatta. Dat is slim. En Olivier. Heeft Olivier exen? Nou, niet dat ik weet. Nou, in ieder geval één. Wat is dat? Resultaat? Lijkt op snotgap. Eet het niet hoor. En weet je wat pas lekker is? Pannenkoeken. Dat is geen snot, dat is pesto. Heb je eigenlijk wel eens een relatie gehad? Hoezo? Nou, gewoon. Ik vind gewoon als BFF dat ik dat wel zou moeten weten. Niet echt. Ja, je moet je dus heel goed focussen, want anders valt hij natuurlijk. Kijk, let op. Oeh, bossa, oké. Hey. Oh, moet je niet slapen? Straks? Eerst een pannenkoek? Ah, hier is het gezellig. Dit zijn zonder grappen misschien de beste pannenkoeken die ik ooit heb gehad. Ja. Oké, wie is er in charge en waar kunnen wij bestellen? Zeg wat je wil en ik fix het voor je. Oké, mogen wij twee pannenkoeken met kaas, eentje met rozijnen en heb je ahornsiroop? Tuurlijk, ik heb zo'n gouden pannenkoeken voor je. Komt eraan. Het is toch niet de bedoeling dat we voor iedereen pannenkoeken gaan maken? Ja. Wat is dit? PKP toch? Wat? Pannenkoekenparty! Hebben jullie enig idee hoe laat het is? Het was ook niet de bedoeling dat iedereen kwam. Het is mijn fout. Mooi. Dan mag jij het ook opruimen. En jullie? Iedereen terug naar bed. Naar jullie eigen groep. Nu. Ja. En als je nou echt niet meer kunt, maar echt niet, dan ga je van het veld af en kom je naar mij toe. En onthoud goed, iedereen is anders. Dus als je eerder van het veld af moet, hoef je er niet voor te gaan, oké? Die chick van Olivier, die werkt daar. Ja, kijk. Zie je op deze foto? Je ziet nog net de laatste letters van Chi. En dat logo met die dingetjes, ik vond het er nogal pizzeriaig uitzien, dus ik zoek een. Zo, Sherlock. En kijk het logo van Pizzeria Da Vinci. Wow, die chick, die werkt daar. Gaat die? Jij bent iets voor paarden. Ik dacht dat jij zo'n goede conditie had. Huh? Ah! Max! Hé, paniek! Kom, mee! Max, ga niet. Waarom ga je dan ook zo hard? Dat kan je helemaal niet aan. Ja, weet je wat ik niet aan kan? Dat hier een moshoop ligt. Weet je, jij moet bij mij komen bootcampen. Dan leer ik jou je eigen tempo vinden.
Met simpele oefeningen kan jij net zo fit worden als de rest. Thank you, but no thank you. Ik weet echt wel wat mijn eigen tempo is. Ik ben namelijk op zoek naar een oud werknemer van jullie. Rond 17, 18 jaar ongeveer. En ze zou bij jullie gewerkt moeten hebben. Kan dat? Ja, een beetje blond haar. Soms in een staart. Lief gezicht. Cleo van Eck? Ja, Cleo. Dat moet er zijn, denk ik. Ja, lang verhaal. Iets met mijn vader zo. Maar in ieder geval heel erg bedankt. Goed nieuws? Ik heb eindelijk een date met die leuke jongen. Doe maar, wie is het? Bertus. Zijn er serieus nog mensen die zo heten? Het is bizar, toch? Hey, heb jij wel eens geteld? Als in 1, 2, 3, 4, 5, 6? De kassagrapjes. Eind van de dag de kas opmaken, wel eens gedaan? Nope. Wil je het leren? Dan kan je voortaan zelf afsluiten. We beginnen de dag met 100 euro. En alles wat eind van de dag meer in kas zit, dat is een deel van je omzet van de dag. Hey, let je op? Ja. Yes. Nou, pak nu maar een rolletje 2 euro's eruit. En eentje van 20 cent. Hebben we meteen wat wisselgeld. Wat moet ik zien? Nou, ze is leuk wel. Knap. Beetje veel bling. Beetje veel bling? Ja. Enorm veel bling. Nou, kijk. En op elke foto nieuwe sneakers. Dat is niks voor Olivier. Dit is dan ook na Olivier. Nee! Ja! Zij heeft het geld Zij heeft het geld opgegraven. Bingo. Cleo, ik wil met je praten over Olivier wanneer. Lees, dit is veel te direct, ze gaat je gelijk blokken. Kom, ik schrijf even wat. Hoef niet, verstuurd. Zometeen zei ze toch? Ja. En wat nou als ze zich heeft bedacht? Blijf je dit doen? Misschien is ze wel bang voor je geworden of zo. Wie is hier bang? Jullie wilden praten? Gaat dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe een duimpje omhoog. Abonneer en laat een comment achter wat je hiervan vond.